De maand maart zit er bijna op, en die komt in de boeken als uitzonderlijk droog en warm. Leuk natuurlijk voor mensen die van een vroeg voorjaar houden, maar voor de natuur heeft het ook flinke nadelen. In natuurgebied Herperduin zijn de gevolgen ook al goed te merken, en is de opzichter niet echt blij. Nee, het is uh, nu heel erg droog. We zijn, uh, we zijn eigenlijk uh, dik uh, twee maanden te vroeg zeg maar, met, uh, met deze hoge temperaturen. Je weet dat bij uh, 10 graden dan gaat de sapstroming beginnen. En uh, dat hebben we toch al de afgelopen weken gehad. Hè, 18, 19, 20 graden. Dus uh, alles zit in de knop momenteel. En uh, als we dadelijk uh, in april, april doet wat je wil. En uh, we dan nog een nachtvorstje krijgen, ja, dan gaat ook alles kapot natuurlijk. De natuur is dus een beetje ontregeld omdat het zo vroeg al zo warm is geweest. En dat geldt voor de planten en de dieren. Ja, je kunt duidelijk zien. He. Alles is goed aan het uitlopen. He. Dus de, de bergazen zie je ook duidelijk aan de, aan de jonge knoppen van, van de prunsen eten. Dus, uh, en de heide gaat ook weer uitschieten. Dus het gaat allemaal zachtjes aan uh, weer uitschieten. Uh, eigenlijk ongeveer twee maanden te vroeg. Want als de ijsheiligen uh, rond 15 mei. Uh, uh, ja, dan is het eigenlijk zeker dat we uh, gegarandeerd zijn van een uh, goed uh, voorjaar omdat Herperduin een schraal zandgebied is, worden de Schotse hooglanders deze week nog bijgevoerd. Binnenkort moeten ze dus hun eigen voedsel weer verzamelen. Het heeft al tijden niet meer geregend en dat heeft gevolgen voor de grondwaterstand. Maar lijkt er in het ganzenven nog voldoende water te zitten. Ja, dat is ook zo. Er is schijnbaar nog water genoeg. Dit, ja, dit is een ganzenven, dat weet je. Die wordt alleen gevoed door regenwater. Dus het heeft dus niet geregend. Nou, ik heb net even bij de sluisje gekeken. Dus eigenlijk is het grondwaterpeil zo'n kleine 30, 40 centimeter gezakt. Dus die hebben we daar toch wel heel graag weer erbij. Het blijft door de droogte ook nog even uitkijken voor brandgevaar. Want ook in deze regio is inmiddels de code oranje afgekondigd. De hoop is dus dat het snel weer gaat regenen. Al ziet het er daar nog niet echt naar uit. Ja, uiteraard. We zitten natuurlijk op een buitje regen te wachten. Hè? Want als je hier rondrijdt met de auto momenteel, is het heel verschrikkelijk. Want je hoeft maar heel zachtjes te rijden of het, je komt een hele stofwolk komt er voorbij. Dus een druppeltje regen was op de goede plek hier. De Osse Gemeenteraad begint binnenkort met een proef van acht maanden. met een nieuw vergaderstelsel. Zes van de acht fracties hebben hierover begin dit jaar een motie aangenomen. Alleen de SP en TROTS zagen er de noodzaak niet van in. In plaats van drie afzonderlijke commissievergaderingen komt er één gezamenlijke commissie die iedere maand vergadert. De gemeenteraadsvergaderingen, waar de beslissingen worden genomen, zijn ook één keer per maand. Samen met nog andere wijzigingen moet het ervoor zorgen dat de gemeenteraad sneller beslissingen kan nemen en dat de debatten levendiger worden. In totaliteit neemt het aantal vergaderingen toe en in de proef moet onder meer uitgezocht worden of dat ook leidt tot hogere werkdruk. In het Erfgoedlokaal in Haren was donderdag alles al helemaal klaar voor een nieuwe tentoonstelling die vanaf zondag te zien is. Het heet De Vrouw in Beeld. En daarin staat de vrouw dus centraal en vooral die uit Haren in de tweede helft van de vorige eeuw. Nou, de rode draad is eigenlijk de emancipatie van de vrouw in het algemeen en dan vooral vrouwen in Haren die dus. Uh, bepaalde functies in verenigingen gehad hebben of verenigingen mee opgericht hebben. Dan moeten we denken aan de tijd dat die ontstaan zijn, direct na de oorlog, toen dus de emancipatie van de vrouw eigenlijk uh, meer in beeld gekomen is. Het gaat dus over een periode waarin veel veranderd is voor vrouwen. En daar is blijkbaar veel over bewaard gebleven. Veel foto's, huishoudelijke artikelen, kleding en gebruiksvoorwerpen. Allemaal weer even te zien in het erfgoedlokaal, vooral dankzij de inwoners van Haren. De spullen die komen allemaal uit Haren of directe omgeving. Het moet in ieder geval iets met Haren te maken hebben. We hebben een aantal vrijwilligers die dus eigenlijk dan deur aan deur gaan om spullen op te halen. Die geven we ook uitleg aan de mensen wat we zoeken. En dan sta je versteld wat er af en toe toch nog tevoorschijn komt. Wat mensen nog bewaren. Wij hebben de spullen dus ook... Eh, in Bruikleen, als de tentoonstelling weer afgelopen is, dan hebben wij het liefst uit alles weer naar de mensen terug gehad. Het erfgoedlokaal bestaat sinds 2008 en is in Haren meer dan een tentoonstellingsruimte. Het is ook echt een ontmoetingspunt geworden voor een aantal inwoners. Het is een, uh, ook een gezellige boel hier, laat ik het zo zeggen. Het is uh, kopje koffie kan gedronken worden. Uh, meestal een aantal vaste gasten die zitten s morgens al aan de tafel gezellig de buurten en de verhalen die dan eh, verteld worden, daar proberen wij natuurlijk ook een graantje van mee te pikken, want eh, ja, over foto's herkennen dan de een weet zeker dat die het is en de ander zegt het is niet waar, dat is die en ja, nou, dan komt er na verloop van tijd toch wel de juiste uit, hopen wij. Wie zelf eens wil zien hoe het sinds de Tweede Wereldoorlog is gegaan met de vrouwen in Haren, de tentoonstelling loopt nog door tot en met zondag 10 juni.